vandaag even het momentje gehad van, hey, we kunnen hier wel voor een stunt gaan zorgen? Ja, zeker na de tweede set natuurlijk. Daar pak je opeens een setje tegen. Rusland, maar in de eerste set natuurlijk ook al. Dus daar je gewoon, ja, die begint slecht, 8-2 achter. En dan denk je, ja. En dan, ik denk dat ze toen ze goed even uit hebben laten razen, noemen ze het in het voetbal. Maar ik denk dat we daarna gewoon heel goed de opdracht hebben uitgevoerd. En dan zag je gewoon dat je ook tegen Rusland kansen gaat krijgen. En hoe is de stemming nu in de groep? Zeker goed. Wel een beetje jammer, want het zat meer in. Maar ik denk wel dat iedereen wel tevreden is over hoe het is gegaan. En, hoe schat jij jullie kansen in voor de rest van het toernooi? Ja, dit komt een heel diplomatiek antwoord. Maar je speelt het wedstrijd per wedstrijd. Elke wedstrijd is wel anders. Morgen de Turken. Ja, dat is weer een hele andere ploeg natuurlijk. Morgen gaan we de video kijken en dan, ik denk dat we daarna een goed beeld kunnen krijgen van de Turk. We hebben al eens tegen ze gespeeld. Ook 3-2 verloren helaas, jammer. Maar daar zijn ook weer kansen. Jij hebt er in ieder geval nog het volste vertrouwen in. Absoluut. Dankjewel.